Ja, hallo, hier ben ik. Druk aan de slag nog. De laatste hand. Juist, de laatste loodjes voor onze opening aanstaande zaterdag. Kun je een stukje geschiedenis vertellen van dit zwembad? Want het is best wel uniek dat jullie zo'n mooi zwembad hebben. Want de meeste zwembaden gaan dicht. Nou, inderdaad. We hebben in 1969 het buitenbad gebouwd. In 1971 is het binnenbad gebouwd. En in 1997 hebben we hem aangepast aan de tijd van toen. En gemoderniseerd. Tot het moment dat de fusie in feite werd. Hof van Twente. Hof van Twente. Ja. Dus van 5 gemeentes naar 1 gemeente. Delden een buitenbad, Goor een binnenbad, wij een binnen- en een buitenbad. En dan kreeg je de discussie. Ja. Wat gaan wij doen? En dat hebben jullie gewonnen, zeg maar. En dat hebben wij gewonnen. Vandaar dat wij dus in februari 2013 zijn begonnen met de nieuwbouw van fase 1. Binnen. Binnen, ja. Binnen. En toen kwam de vraag van wat gaan we doen met buitenbad? Is er nog budget? Dus alles bij elkaar geschraapt. En het resultaat zie je hier. Prachtig. Laatste snufjes. High-tech. Fantastisch. Ja. Raak de palen van je gekozen kleur op tijd. Kijk. Ja, echt. Echt supermooi. Supermooi. Je bent trots. Ja, tuurlijk. Apentrots. Apentrots. Durf wel te zeggen van een van de mooiste buitenbaden van Twente. Durf ik echt te zeggen. 30 jaar ben je al wat meester? 37 jaar ben je al badmeester, pardon. Hoeveel kinderen heb je les gegeven? Duizenden. Niet te tellen. Ik heb het ook niet bijgehouden, maar niet te tellen. Maar ook dan ga je weer stralen. Wat is daar zo mooi aan? Het lijkt me echt dat ik denk van... Oh, nou, je begint met niks. Weer zo'n kind wat water niet in durft of wat het te koud vindt. Ja, maar daar of... zijn wij dan voor. Om die kinderen over die drempel te helpen, dat ze wel in het water durven. Ja, je begint met niks en het resultaat is een diploma. Je legt een basis voor het leven. Dat is je echt, nooit je legt van, echt... oh, jou druk ik even onder. Nee. Je twijfelde wel. Nee, niet echt. Nee. En wat is het allermooiste van je vak? Omgang met mensen. Van jong tot oud. Ja, echt. Ook de ouderen. Supermooi. Supermooi. Hele dankbare groep. Ja, echt, ja, fantastisch. En onze ouderen, die hebben wij dan op donderdag, hebben wij de ouderendag eigenlijk. Dus de Aqua Gym voor ouderen. En als ik je vertel dat wij 7 groepen hebben over de hele dag. Ja, dat krijg je zoveel terug. Dat is supermooi, echt. Aanstaande zaterdag, de officiële opening. Ja. Hoe ziet de openingshandeling eruit? We hebben uit onze voorverkoop, daar halen wij straks een gezinnetje uit. Dus dat gezin mag als eerste van de glijbaan. Van die mooie van nieuwe die glijbaan. Mooie glijbaan. Dat is de officiële opening. Oké. Ik durf je bijna niet te vragen, maar... Kunnen wij alvast de glijbaan een klein beetje samen openen? Dit kan ik niet weigeren. Echt waar? Dat gaan we doen. Ja? Ja, gaan we doen. Ja, echt. Oeh, warm is het water? 21 graden. Oh, dat kan. Dat is ja, mooi. Dat kan. Is goed te doen. Ja, is gaaf, goed. Cool. Ervaring, bedankt. Heel graag gedaan, super. Zaterdagmorgen, 9:30, officiële opening. Gezinnetje uit de voorverkoop. Eerste glijbeweging van de glijbaan. Tweede. Wij waren eerder. We waren de eerste ook. Ik wens jou heel veel plezier en succes met dit buitenbad. Super, dankjewel.